formulier invullen hier. Bij de bobbel is alles op de kaas. En de landmaker lekker zelf betalen. En we gaan vanuit de bobbel naar de achtervleeshoes. En dat is gewoon verboeten. En dan gingen we op binnen wat gewoon omdat het katjes in het donker te knijpen en beslist dat goed zijn. Ja? Chucky! Beste vrienden, sympathisanten. Beste vrienden, sympathisanten van de grensgevallen. Ik sta hier met enige fierheid. Het is een tijdje geleden dat we aan die tafel met 4, 5 man zaten. Freddy Zaliger, Guido de Rode zit er nu nog. Hier die 2 mannen, Gusbert, Rimmelheusje enzovoort. En wij vergaderden toen op een donderdag. Waarom? Wij dachten aan de spuit, liefdespuit, omdat s'avonds hier een oud wievenbal wordt. We hebben dat zo enkele jaren volgehouden. Safety first bestond toen niet. En dan zijn we toch maar veranderd omdat de dag daarna geen ene ging werken. En hebben we gezegd, we gaan op vrijdag bijeenkomen. We hebben een blitscarrière gemaakt. Het jaar erop was het dubbel, daarna nog een dubbel. En nu zijn we nog veel meer verdubbeld. Ik heb ieder jaar een speech moeten doen over de financiële toestand van ons bedrijf, van de grensgevallen. En ik heb ooit gezegd dat wij lang gezocht hebben of wij nu volgens Belgisch of Nederlands recht gingen bestaan. We hebben dan het leed met dividenden, de kortingen, de interesten en de mogelijke kloterij die in België mogelijk was en in Nederland niet. En we hebben toen ook beslist, want we hadden toen een batig saldo van €1,68 en we dat batig saldo hebben dan geplaatst in Zwitserland. Ik moet natuurlijk, of ik wil ontheven worden uit mijn financiële verantwoordelijkheid. En onze nieuwe voorzitter, die heeft dan ook meegetekend, want die was heel enthousiast in het begin. Wij vergaderden 1 keer per jaar en toen is hij gekomen en toen vergaderden we 3 keren. Dat was omdat hij 2 keren het eten betaalde. Nu, op laatst is dat gaat minder geworden. Maar toch moet ik hem afdekken met zijn villa die hij in Italië heeft, met Smoske en zijn andere zoon. En Armand heeft ook een villa in Frankrijk. Dus ik ben deze week de rekening gaan afsluiten. We waren goed bezig. We hadden rekening bij H.S.C.B. staan. En we hadden net een verdubbeling. We zijn dus van €1 naar €2 gegaan. Ik ben die persoonlijk gaan halen, ik heb die ook bij. Ik wil dus hierbij getuigen hebben van deze algemene korte statutaire vergadering van de grensgevallen. Dat ik bij deze ook wil ontheven worden als verantwoordelijke voor het financieel gebeuren van hele deze activiteiten. En ik geef het geld nu aan Armand. Dank u wel. En nu vraag ik of de voorzitter hier komt, dat wij het clublied gaan inzetten, want voor degenen die nieuw zijn, wij hebben ook door de jaren heen een clublied ontwikkeld. Het is een liedje wat zeer duidelijk is voor iedereen. Het gaat over de Maas en de Beer. Hij kan niet zo goed zingen. En gezien ik niet zo goed kan zingen, vraag ik hier de voorzitter of dat wel aan de gang zit. Als het water aan de Maas zwerke beer was, zoeme beer was, lekker beer was.